Thema reizen. Tom Berzerik, Asle, Harald, Victoria, muziek van Mickey Capello, ingekomen stukken en veel meer. Dit is Stedelijk College TV aan tafel. Bekend van het programma Checkpoint is hier Tom Berzerik. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel, ja, Tom. Leuk hier te zijn. Hoe was het om mee te werken aan Checkpoint? Ja, ik mocht toen ik 12 was, toen ik daar begon, mocht ik dingen slopen en piano's uit de lucht gooien. Dus ja, ik denk dat het een beetje iedereen zijn droom is om daar aan mee te doen. Wat is het leukste dat je hebt mogen doen? Het leukste dat ik heb mogen doen, vind ik lastig. Het leuke aan Checkpoint was altijd eigenlijk dat je altijd allemaal dingen mocht doen die je anders nooit zou kunnen doen. En dus ik weet nog één keer dat ik geblinddoekt mocht ik in een truck rijden. En moest zo'n heel parcours off-road afleggen. En ik heb niet eens een rijbewijs, dus ik vond het al heel vet dat ik überhaupt daarin mocht rijden. Mm-hmm. Dus dat was wel een van de leukste dingen die ik mocht doen, ja. En dingen die je totaal niet leuk hebt gevonden, of was het eigenlijk allemaal... Nee, niet alles was leuk. Ik heb echt enorme hoogtevrees. Dus ze vonden dat het heel leuk om mij allemaal dingen met hoogtes te laten doen. Dus ik heb een paar keer heb ik op 30 meter hoogte ergens gestaan. Dat vonden ze leuk daar zo, maar ik vond het minder leuk, ja. En nu studeer je? Wat studeer je? Ja, ik studeer journalistiek. En dan vind ik het vooral leuk om reisjes te maken. En onderwerpen die normaal niet zo vaak worden belicht, om die dan te belichten. Ja, want je bent op reis geweest recent met de KRO, geloof ik? Ik ben samen met 3 medestudenten ben ik gegaan. En we hebben het uiteindelijk uitgezonden. Is er een stukje op Zapp Live voor de KRO en CV inderdaad. Want waar zijn jullie naartoe geweest? We zijn naar Idomeni gegaan. Dat is een heel onbekend plaatje. Dat ligt helemaal bovenaan Griekenland op de grens met Macedonië. En daar was tot voor kort was daar eigenlijk de grootste vluchtelingenproblematiek was daar aan de hand. Er waren duizenden vluchtelingen, tienduizenden die uit Syrië, Afghanistan kwamen. En die daar werden tegengehouden door een heel groot hek. Precies op de grens tussen Griekenland en Macedonië. En die daar eigenlijk vast zaten en daar op een kamp zaten. Zullen we even gaan kijken? Over de treinrails. Bara'a. En dit is? Yichje. Yichje, en how old are you? 13. 13 years old. En mis je school? Yes. Ja? Yes. She lived in school about 5 months ago because he will came to me. 5 months. And what does she miss the most? Is it like playing with the other children or is it going having classes? She will teaching shoot ta'allamu. Teaching Arabic, English and history, chemistry. Yes. And hobbies, doing hobbies, some hobbies, hobbies about sport, anything. Yeah. And can you sleep at night? Is it? Not really, because it's very cold. Really cold at night. Cold. Yeah. We're 3 persons in this cabin. Yes. 3 persons. His mother and his sister. Yeah. Her mother and her sister. And who sleep over here? Her brother and her cousin. Your sister and brother sleep there. Mm. All right. Can you maybe show us inside? Yeah. Dit is dus hoe het is hier in de kampen. Mensen met kleine dochtertjes, zonen. Die gewoon niet de opvoeding kunnen geven die ze zouden willen, die ze zouden verdienen. Dat is op dit moment de situatie in Europa en wij staan er toe. Jeetje, wat heftig zeg. Ja, we wisten niet zo goed wat we konden verwachten, maar het was wel echt heftiger dan verwacht inderdaad. Ja. En wat is nou hetgeen dat je meest, wat je meest aangreep om het zo te zeggen?
het geluk van de kinderen eigenlijk. En ik zeg geluk, dat klinkt best raar als je erover nadenkt. Maar als je een jongetje een bal gaf, ik heb daar met jongetjes staan voetballen en een beetje over zitten tafeltennissen. Dat zijn zulke simpele dingen, maar dan vergaten ze gewoon alle ellende waar ze in zaten daar. En dan zaten ze gewoon leuk te voetballen. En dat was eigenlijk wel het mooiste wat ik heb gezien daar. Ja, ja nou Tom, dankjewel. En we komen zo bij je terug, want dan gaan we nog even praten over andere reizen die mensen hier gemaakt hebben. En dan gaan we nu luisteren naar de column van Luna. Voor het eerst op uitwisseling naar Italië. Voordat we vertrokken had ik er huizen opgezocht op Google Maps, uit nieuwsgierigheid. Mijn uitwisselingsstudenten zou wonen in een dorpje met typisch Italiaanse huizen. Wat dat dan moest betekenen, dat wist ik niet. Maar toen ik daarna het plaatje van haar huis zag, laten we maar zeggen dat ik me besloot op het ergste voor te bereiden. Eenmaal in Italië reden we door een poort een afgesloten blok huizen in. Stapten we uit de auto en zag ik een gebouw waarvan ik aannam dat het 3 appartementen bevatte voor 3 verschillende families. Binnen verklaarde mijn uitwisselingsmaatje me welkom in haar huis en toen begon ze met door het hele gebouw te toeren. De kamers leken wel verdacht veel bij elkaar te passen en er was niet echt een schending tussen verschillende appartementen. Wat bleek nou? Dit volledige gebouw met 4 verdiepingen was van haar familie. Het voelde alsof de goudgeschilderde muren me uitlachten toen het Italiaanse meisje me dat vertelde. Een half jaar later stapten we opnieuw samen uit een auto, maar dit keer stond deze voor mijn eigen huis geparkeerd. Zonder twijfel had mijn uitwisselingsstudent haar eigen verwachtingen gehad en zonder twijfel waren die compleet verpletterd toen ik haar een tour gaf. Alle Italianen dromen van zo'n tuin, zei ze stom verbaasd met haar Italiaanse accent. Ze had amper interesse in de rest van het huis, maar bleef al 10 minuten buiten staan rondkijken naar onze grote tuin. Zij zelf, hoe groot haar huis ook was, had geen tuin. Toen ze later haar klasgenoten terugzag, hoorde ik ook vaak het woord giardino, tuin, voorbij komen, vergezeld met enthousiaste gebaren. Uitwisselingsprogramma's geven je kennis over een nieuw land en over de gewoontes van de mensen in dat land. Toch is het vaak verrassend hoe simpel onderwerpen zoals onderdak en omgeving kunnen verschillen per land en hoe normen voor dit soort onderwerpen ook heel erg verschillend zijn. Als je kritisch om je heen kijkt, zie je nog veel meer dan je denkt. Inmiddels zijn Asle en Senna aangeschoven en jullie zijn met school naar Kopenhagen geweest. Hoe was dat? Heel leuk. Ja? Ja, heel gezellig. En wat vond jij ervan, Senna? Ja, we hebben heel veel leuke dingen gedaan en mooie dingen bezocht. En wat vonden jullie het mooist? Mooist vond ik de Ronde Toren. De Ronde Toren. En jij? Ik vond de kathedraal het mooist, want er zaten heel mooie decoraties in en zo. Leuk. En wat hebben jullie nog meer gedaan? Jullie moesten ook opdrachten doen, toch? Ja. Zoals? Eén opdracht daarvan was, die heette de Dutch Flavors Task. En daar moest je deze mensen echt een typisch Nederlandse dingen laten proeven. Zoals stroopwafels en drop en zo. Vonden ze dat lekker? De meeste mensen vonden de stroopwafels het lekkerst. En drop vonden ze niet lekker? De zoete soms, maar de zoute niet. Nee, totaal niet. Vonden jullie dat eng? Vond je dat eng? Ja, het was wel eng om vreemde mensen aan te spreken, maar na een tijdje kreeg je het wel door en was makkelijk. Op het scherm kunnen we een beetje zien wat jullie allemaal gedaan hebben. Oh. Dit was een science museum? Ja, dat was het experimentarium. En wat kon je daar allemaal doen eigenlijk? Je had heel veel verschillende onderwerpen. Je had iets met zeep, iets met muziek, iets met blokken. Ook met fitnessdingen had je allemaal, speeldingen. Ja. En het ging er dan om dat je dingen moest leren? Of, Ja, daar ging het ook om. Een heel groot stuk was ook over lichamelijke dingen, zoals je interne organen. En ja, daar, dat was ook wel leuk. Nou, dank jullie wel. Blijf even zitten nog, want we gaan even kijken naar de ingekomen stukken. En dit keer is het een filmpje van meneer Cereza. Oh, meneer Cereza. Ja, ik ben gevraagd om mee op reis te gaan. Daar ben ik normaal niet zo'n type dat graag van huis is. Maar het zijn ook allemaal van die bestemmingen waar ik denk van, wat moet ik daar nou mee? Ja, ik ben altijd iemand die een beetje voorbereid op reis wil gaan. Als ik op reis ga, ik ben eigenlijk pas 1 keer op reis gegaan. Dat was in Epe op de Veluwe. Nou, dat was mijn hele trip hoor. Want dan zit je zo ongeveer zo'n 2 uur in de auto.
Ik was blij dat ik eruit was. En toen hebben ze me gevraagd of ik op reis wil met school. Of ik mee wil. Ja, en als ze dan zeggen van je moet daar naartoe, dan is het makkelijk. Hè? Dan kun je gewoon zeggen ja of nee. Dan hebben ze me een stuk of zes bestemmingen gegeven waaruit ik mag kiezen. Kopenhagen. Nou, ik heb het opgezocht. Het ligt in Denemarken. Vrienden van mij zeggen er is alles gemaakt van Lego. Dus wees maar wees er bedacht op dat dingen in elkaar kunnen storten. Engeland. Nou ja, daar wil natuurlijk niemand naartoe. Het is alleen maar regen dus, hè. En dan rijden mensen verkeerd. Duitsland. Ja, daar heb je Duitsers. Ja, en dan Spanje en Italië. En pizza, spaghetti. Ik vind het lekker hoor. Maar om dat nou de hele week te eten... Nou, ik ben er nog niet over uit. Ik denk dat ik daar eerst maar eens even in een atlas ga kijken wat het allemaal ligt. Dan heb ik het er nog wel over. Nou ja, ik loop gewoon verder. Ik zie het wel. Ja. Heb je ook een ingekomen stuk voor ons? Stuur dan je filmpje naar stelocollegetv@gmail.com. Was dit jullie aardrijkskundeleraar of welke leraar is dit? Ja, dat is wel een aardrijkskundeleraar, Oké. Okay. Heeft hij de keuze al gemaakt inmiddels? Of? Ik heb geen idee, misschien. Ik hoop dat het een beetje goed komt allemaal. Ja. Maar inmiddels hebben we Victoria en Harold aan tafel. En jullie gaan ons wat vertellen over de reis die jullie gemaakt hebben. Nou, we beginnen bij jou, Victoria. Waar ben je naartoe geweest? Ik ben overal geweest. In de tweede zijn we naar Schotland geweest en derde naar Londen. Maar wat mij het meest is bijgebleven en meest recent was onze uitwisseling met India. We zijn 4 dagen in New Delhi gebleven en daarna hebben we 5 dagen met onze uitwisselingsstudenten doorgebracht in hun school in Panchkani. En hebben we diverse weeshuizen bezocht. We hebben met kinderen gespeeld, we hebben lesjes gegeven. We hebben ook een feest meegemaakt bij de directeur van de school. Dus ja, het was echt heel bijzonder. En dat weeshuis, hoe was dat? Dat was niet zo intens als ik dacht. Ik dacht, er vallen echt wat tranen en zo en we krijgen wat dingen te horen. Maar ja, de kinderen zagen heel netjes uit, heel lief. Ze waren heel benieuwd naar wie we waren en wat we allemaal voor ze hadden voorbereid. Dus we hebben met ze geknutseld. En ze waren echt heel blij met wat ze van ons kregen. En wat heb je dan bijvoorbeeld voor ze meegenomen? We hadden schriftjes, pennen mee, potloden. Allemaal van die dingen die ze goed kunnen gebruiken. Maar we hadden ook bellenblazen mee en zo. Dus dat vonden ze heel bijzonder. Ja, want jij, Harold, hebt ook extremen, om het zo te zeggen, meegemaakt. Ja. Want? Ik ben naar Peru en Indonesië geweest in de 4e en de 5e. En bij mij is vooral Peru al bijgebleven. Ze hebben in de Sloppenwijk hebben wij huizen gebouwd voor een gezin. Het was een gezin van een moeder en een vader en ik dacht 5 kinderen. En jongste waren een tweeling, die waren van 6 jaar oud. En die leven in omstandigheden waar daar wil je ergste vijand niet tegenkomen. Het is huizen waarvan de muren zijn gemaakt van een stel oude kasten, een dak van... plexiglas, wat ze eigenlijk allemaal kunnen vinden. Toen hebben wij dus gewoon een stevig huis voor ze gebouwd met een goede fundering, helemaal van hout gemaakt en met een slot met een sleutel. Dat was ook heel bijzonder daar. Wat het meest aangrijpende was toch wel dat wij op een gegeven moment naar de top van een heuvel zijn gegaan. Zeg maar aan het einde van de Sloppenwijk beneden gooien, een grote muur van 8 meter hoog. En dat was een huisje en dan moesten wij wat gaan schilderen. Want dat was nog niet helemaal af, we moesten even wat leuke kleuren gaan schilderen. Hadden we even pauze, want het was redelijk warm. Toen zijn we gaan zitten en toen keken wij dus in die vallei. Allemaal heel veel landschap richting de zee. En zover wij eigenlijk konden kijken, waren het alleen maar sloppenwijken. Allemaal huizen die op instorten staan. Bij regenbuien schuift ik alles van de berg af. En denk ik van, hoe kan dit? Hoe kunnen mensen zo leven? En toen besefte ik wel echt bij mezelf van, jeetje. Dit is gewoon 4 keer Eindhoven qua oppervlakte. Het dubbele qua inwoners, want iedereen leeft hutsklutje alles bij elkaar op. Alles bij elkaar. En die mensen die hebben zo weinig en het zijn er zoveel. En dat is echt wel zo aangrijpend dat ik er gewoon nog steeds over nadenk. Van hey, ik wil weliswaar misschien die ene spelcomputer, maar die mensen daar, die hebben nog niet eens goed stromend water. Dan komt elke week komt daar een truck met vers water en dan moeten zij het voor de hele week mee doen. Dus dat is toch wel echt iets waarvan ik nog steeds over nadenk, dat echt gewoon heel goed bij me is gebleven. En hoe reageerden de mensen daar op jullie? Ze reageerden heel enthousiast. Ze dachten, hey, dit zijn blanken. Wat doen die hier nou in sloppenwijken? Die hebben hier eigenlijk niks te zoeken. Wij zijn maar gewoon arm. En toen kwamen ze straks van, hey, die mensen die komen ons helpen.
dat is wel heel fijn. En toen zijn we dus gaan bouwen. En die kinderen hadden eigenlijk niet in de gaten dat wij echt daar voor hun waren. Die gingen met ons spelen, die hebben ons op een gegeven moment geholpen. Als eentje van die tweeling, want die waren 6 jaar oud, was een jongetje en die had zo'n plastic truck, zo'n dump truck. En die pakte dus ook gewoon rotsen voor ons mee op zijn autootje en die reed naar boven. En het was, ja, gewoon, ja, die kinderen zijn het allemaal zo gewend. Die verwachting dat mensen elkaar helpen, dat was echt heel mooi. En om dan die onschuld te zien van dat ze nog steeds willen helpen, maar dat ze eigenlijk ook niks hebben. En, Die kinderen hebben geen school, die hebben eigenlijk vrijwel niks. Die moeten het ook doen met het speelgoed wat ze hebben. Wij hebben zelf heel veel speelgoed meegenomen. Als een jongetje die zag een dino, nou, die werd helemaal gek. En de ballonnen vonden ze ook heel leuk. Op een gegeven moment hebben we moeten schuilen in de bus, omdat allemaal 50 kinderen op ons af, omdat we ballonnen bij ons hadden. Dat was een aparte ervaring. En dan begin je aan je te twijfelen hoe goed je het nou eigenlijk hebt. Want wij hebben het voor hun heel goed en zij hebben het voor hun gevoel heel goed. Ja, dus jullie zijn allebei wel tevreden geweest over je reizen. Ja, zeker. Veel geleerd. Het is echt een aanrader. Ook echt een levenservaring. Want daar gaat het om, of niet? Ja, je leert er heel veel. Echt wat je hebt te waarderen. Verbreed je horizon. Ja, breid je horizon. Dus wat ze zeggen, geld maakt je niet rijk, maar reizen maakt je rijker. Reizen maakt je heel veel rijker. En leert mensen kennen. Nou ja, dankjewel in elk geval voor het delen van jullie ervaringen. En we hopen nog dat jullie veel mogen reizen. En dat jullie nog veel mogen leren in dat opzicht. Tom, jij ook nogmaals bedankt voor dat je hier wilde zijn. En nog even een applaus voor onze gasten, alsjeblieft. Nou, we sluiten SCTV aan tafel muzikaal af. Linde, wie gaat er voor ons optreden? Ik sta hier langs Miki. Zij heeft laatst haar HAVO-examen gehaald. Wat waren je resultaten? Ja, ging gewoon prima. Gefeliciteerd. Veel succes met spelen. Deze heet Wolfbiters. Kijken en tot de volgende keer bij SCTV aan tafel.